Well, the main purpose of my visit to Amsterdam is to have consultations and talks with the KLM management, because KLM is starting a direct flight from Amsterdam to Mauritius at the end of this month, at the end of October. And we want this particular flight to become a flight that grows so that we can have a daily service from Amsterdam to Mauritius and from Mauritius to Amsterdam. We believe in this, in the destination that will be loved by the Dutch people and by the Benelux people. And we are very confident that this service is going to be a top service that will be exciting both for Mauritius as a tourist destination, but also for all those who will come to Mauritius, which is a multi-ethnic, multicultural country, which is in fact unique in the world. Why will the Dutch people like Mauritius so much? Well, the Dutch people have liked Mauritius for the last 400 years. In fact, Mauritius was at one stage a colony of the Dutch, but then they didn't stay long. But they brought the sugar cane, and this historical past is still with us. We still have relics of the time when the Dutch people were in Mauritius. We preserve them because we want history to be there for the Dutch people to come and see what the ancestors came to see. But over and above that, I think Mauritius is a great destination. It is safe. It is a place which has lots of top quality accommodation. It is affordable, and it is also great for people to experience what living in a small country like Mauritius, but having all the religions of the world in one place, what that place is, feels like. Vanaf 30 oktober zullen we drie keer in de week van Amsterdam naar Mauritius vliegen. Op maandag, donderdag en zaterdag. En dat doen we met onze nieuwste aanwinst in de vloot. Dat is de Boeing 787-9. Beter bekend als de Dreamliner. En die heeft een capaciteit van 294 stoelen. Waarvan 30 stoelen in de business class, lie flat. En de rest in economy comfort en economy class. De vluchttijden? Iets minder dan 11 uur 20 zullen we vliegen. Uit mijn hoofd vertrekt de vlucht 's avonds. Zodat je de volgende ochtend aankomt en gedurende de nacht kunt slapen. De terugvlucht is een dagvlucht. En is dit voor een bepaalde tijd? Of, KLM zal gedurende de winterdienstregelingen, dat wil zeggen van eind oktober tot en met het laatste weekend van maart, de vluchtuitvoering voor haar rekening nemen. En vanaf maart zal onze partner Air Mauritius het overnemen. De inaugurele vlucht, wanneer was die ook alweer? 30 oktober aanstaande. Linda, eind oktober gaat KLM rechtstreeks naar Mauritius vliegen. Wat betekent dat voor Air Mauritius? Een samenwerking met KLM. En we hebben al jarenlange samenwerking met Air France. Dus dat betekent een mooie aanvulling op de samenwerking die we al hebben met Air France op Codeshare Joint Venture. Om dat uit te breiden met een nieuwe hub in Europa. En KLM die gaat inderdaad de vlucht starten op 30 oktober. Een winterschema doen zij dan. Tot en met eind maart. Vanaf 26 maart worden de vluchten uitgevoerd door Air Mauritius. En dat zijn met in de winter 3 vluchten per week met KLM. En in de zomerschema 2 vluchten met Air Mauritius. En in de maanden juli en augustus zijn er 3 vluchten per week ook. Ja. Heb je nog tips voor reisprofessionals? Ja, die heb ik zeker. Mauritius is een mooie bestemming om alleen aan te doen. Als je bijvoorbeeld op zoek bent naar een strandbestemming. Maar daarnaast, als je bijvoorbeeld Mauritius zou willen combineren met een andere bestemming, bijvoorbeeld Zuid-Afrika, is dat door de samenwerking met KLM heel mooi te combineren. Want dan kun je namelijk bijvoorbeeld met KLM naar een van de Zuid-Afrikaanse bestemmingen vliegen. En dan met Mauritius op een strand eindigen. En dan weer rechtstreeks terug naar Amsterdam. Een hele mooie combinatie. For those who don't know much about Mauritius, what's typical about the island and what kind of tourists will be happy on Mauritius? Definitely, Mauritius is one of the safest and secure destinations in the Indian Ocean. And it's an all-year-round destination, as we can see. We have two seasons, summer and winter. And obviously, temperature is between 2 to 3 degrees difference. And it's an all-year-round destination. Coupled with the sunshine and sea, we have activity base, cultural aspect and all, which gives a perfect holiday destination to tourists. We have had a very successful workshop this morning with KLM. And we were much happy with
result of the promotional campaign we have been doing for the direct flight KLM to Mauritius. And indeed, the figures are very promising, especially from the UK market, especially from the Scandinavian market, Netherlands market as well. They are very promising, and we are much happy with this workshop we had this morning. And obviously, with this workshop tonight, and again, with so many people coming in interested in Mauritius, again, this shows that interest and also reflects the number of people, about tourists coming in Mauritius throughout the year, and then obviously in the future coming up to Mauritius.